Dus als je de band dubbel vouwt, dit is de vouwlijn. Dan heb ik het midden bepaald, dus dit streepje. 2 centimeter naar rechts, 2 centimeter naar links. Hier zet ik even speldjes neer, want dit is mijn naad, dit is mijn naad. Dus dan moet ik precies tussen de vouw en deze speld het midden pakken. Ja, dus heb ik hier het midden aangegeven. Dus hier kan ik mijn priem inzetten. Die kan ik er doorheen prikken. Dit is een priem. Dan heb ik hier een gaatje in zitten. Pak ik een schaar, ga ik even dat gaatje een klein stukje groter maken. Inie mini inknippen, heel klein beetje. Dan heb ik hier een nesteloogje. Hier staat een B aan deze kant. Dat betekent dat dit de bovenkant is. Dus deze grootste, die zet ik hier op. En ik heb een platte. Dit is voor de onderkant, die is plat. Dus nu kan ik mijn gaatje hier zo, hier overheen duwen. Gaatje die ik heb gemaakt. Kijken of je, ja, die is groot genoeg. Dan zet ik mijn andere ringetje op. De bolle kant, die zet ik naar de bovenkant. En nu kan ik dit zo aandraaien. Flink aanduwen. En dan zorg je dat deze, want dit is de bovenkant, de B van bovenkant, dus dit is de buitenkant. En dan heb je een mooi nesteloogje.